makers, toffe kijkers, goed nieuwe video. Vanavond is er weer de wedstrijd Engeland tegen België. En zoals bijna elke keer als Rode Duivels spelen, ga ik vandaag op FIFA een voorspelling doen wie er deze wedstrijd gaat winnen. Spelen in een heel groot stadion. Gezichten zien er wel nog best goed uit, vind ik. Engeland ga even een groepsfoto maken. En hier zijn de Belgen die ook een groepsfoto gaan maken. Ze strijden vaak om een beker die men het koperen dingetje moet. Oké, Engeland mag beginnen met bal. Oh, Engeland meteen in aanval, Sterling. En hij scoort ook gelijk. Geen goede start voor België. De speler kiest voor de korte hoek. Daar staat ook de keeper. En ja, dat is dan natuurlijk een situatie waarin de doelman hem tegen moet houden. Ik bedoel... België komt al heel erg vroeg in de wedstrijd in de problemen. Hazard aan de bal. En nog eens Hazard. België komt nu al dicht in bij het doel. En ze doen er niks mee. Hazard. Nog steeds op zoek naar de gelijkheid. Oké, okay, nu kunnen de Belgen misschien scoren. Ze krijgen een hoekschop. Even en weer in het stadion. Altijd mooi om te zien. In het midden van de 16. Ja, Laptal was de corner. Kan hij dit zo afmaken? Kevin de Bruyne. Legt de bal terug. Oh, scoren! De gelijkmaker. Heel erg belangrijk doelpunt in dit. Niet zo lang na de corner. Maakt de Belgen gelijk. Oh nee, Sterling is er weer. Ga daar zijn tweede maken. Nope. Mertens aan de bal. Hazard weer. Zo gaan we rusten. Hazard. Weer is Hazard. En kan het passen. Ik denk dat ze België hier uit wel kan scoren. Meunier. Jammer. Ja, hier is Sterling weer. Hij is al heel erg gevaarlijk geweest in deze wedstrijd. Harry Kane aan de bal. Harry Kane, oh. De Naier onderschept goed de bal. Courtois mag uit trappen. Komt ook even een wissel. Chatli komt erop. En Thorgan Hazard gaat eraf. Ook Engeland gaat een wissel doen. Oh jee. Is dat een strafschop? Oké, dat was de fout. Kane gaat hem nemen. En Courtois pakt hem. Hij pakt de bal. Dit was waarschijnlijk de laatste aanval van deze wedstrijd. Lukaku. Kan hij de winnend doelpunt maken en hij scoort. In de laatste minuut scoren de Belgen. En zo halen zij de overwinning. Oh, het zou wel leuk zijn als dit in de echte wedstrijd ook gebeurt. Mooi afgewerkt. Engeland kon scoren door de strafschop, maar dat ging niet door. En dan straffen de Belgen het maar af. Dat is het einde van de wedstrijd. De Belgen winnen. Ik wil jullie ook bedanken om te kijken naar deze video, want ik ga deze video nu hier afsluiten. Hopelijk vond je het leuk. Als dat zo is, laat een like achter. En dan zie ik je weer terug bij een volgende video. Doei doei.